Hey allemaal, leuk dat je er weer bent. Leuk dat je weer kijkt naar mijn nieuwe foodvlog. Dit keer in mijn foodvlog neem ik jullie mee naar Napels. Ik ben eind maart ben ik dus naar Napels geweest. Alleen, ik kwam thuis zitten en ik wist even niet wat ik moest doen. En toen kwam ik op Skyscanner en ik dacht, ik ga gewoon de goedkoopste ticket vinden naar maakt niet uit waar naartoe. En dan ga ik gewoon naartoe. En toen kwam ik uit op Napels. Daar ben ik dus alleen naartoe geweest. En heel veel zeiden van, is het wel verstandig, dit en dat. Maar uiteindelijk ben ik er geweest. 3 dagen. En echt een ervaring rijker. Maar ja, dus daar ben ik geweest. Daar heb ik ook een food tour gedaan. En dat ga je nu zien. Veel plezier! Jongens, ik zit in de vliegtuig richting Napels en ik heb er echt zin in. Even dood zijn, niet mezelf en I. Even free my mind. Ik heb er echt zin in. Ik ben aangekomen. Oh, ik heb het gewoon warm. Daar is, dat was mijn vliegtuig. En ik ben aangekomen in Napels. Ik heb er zin in. Heerlijk. Ik ben aangekomen in mijn hostel. Kijk, mijn vriendjes en vriendinnetjes. Hallo. Dat waren mijn vrienden die wilden even checken of ik veilig ben aangekomen. Ik heb gewoon een kamer voor mezelf. En ik dacht eerst dat ik een kamer kreeg met 8 mensen of zo, of 6 mensen. Maar ineens, die man was zo aardig. Was echt zo'n opaatje. Echt zo'n Italiaanse opa met zo'n witte baard. En die zei, dit is jouw kamer. En toen dacht ik, huh? Ik dacht, wow, yo, vet man. Ik heb gewoon een kamer voor mezelf. Ik ben helemaal kapot. Ik ben helemaal gaar. Ik heb ook geen zin meer om te eten. Het is inmiddels 10:30. Ja, 10:30. En ik ga meteen slapen. Want morgen vroeg ga ik dus met een tourguide naar de Amalfi Coast. En daar heb ik echt heel veel zin in. Om mooie foto's te maken. Om cultuur op te snuiven. En I love it. Ja, ik hou hiervan. Lekkere dingen proeven. Lekker eten. Ja, ik ben er klaar voor. Maar dit is dus mijn kamer. Gewoon een kamer voor mezelf. Look at this. I love it. Ik ben zo blij dat ik een kamer voor mezelf heb. Ja, echt. Oh, ja, ik heb er echt zin in. Ik neem jullie mee op mijn reis. En mijn food tour natuurlijk. Dus veel kijkplezier. Doei. I specify that it was French, because here in Naples we had Spanish kings, French kings, Roman emperors, also Greek emperors, so, you know. Ik ben bij de chocolade. Hello. Hi. Limon, chai. One for type, madame. Okay. Salted caramel. This caramel? Chai coconut and lemon. Mm. Limoncello, the yellow, and pistachio. This pistachio? Yes, and this is limoncello. Oh, limoncello. Oh. Hello, nice. Guys. Now I'll show you. Just one for type of pistachio. This is pistachio. Madame, Miloncello. Oh, Miloncello. Oh, my God. Thank you. You're welcome. It's cantaloupe.
the same that the munchkin but with melon? Melon and milk inside. This is with alcohol? Yes, okay. With, always with alcohol. With alcohol? Oh my god, shut you! Ooh! Cheers! Otherwise, I'll speak English for the rest of the day. Lemon and milk? It's melon. It's the orange one, yes, it's melon. Oh, melon! Yeah, it's not lemon. Ciao! Oh, ciao! Second round. Why does he have hair? It's a little bit. No, it's for the white. She's recording me. Yeah. Hi! Ciao! Limone pistacchio. Chocolate or cappuccino? Oh, cappuccino. Go for it. Thank you. Thank you. Oh my god, I krijg zoveel te proeven hier. Cappuccino? Cappuccino. And the other one? Chocolate, lemon, pistacchio. Lemon. It's a cookie. Thank you. Yeah, it's a cookie, but it's filled inside with no eggs. Ah! Yeah. Mm. Oh my god, we krijgen nog meer, jongens. This is the best pistachio cream. Pistachio cream? Yes, it's good with the ice cream and it's spread in the pan. It's good with the crabs. One more help. Oh! Lemon cream. Oh! Madam, one more shot. One more shot. Yes, mm. Lemon cream. This is lemon cream. Lemon cream. Ik had net de meloen en nu heb ik de citroen. You're welcome. Oh. Oh. Jongens, I love it. Dark chocolate. Oh, what is it? Lemon peel covered in dark chocolate. Oh, guys, follow me. Ik word hier helemaal volgebropt. Dan krijg je zoveel te proeven, hè? Dat is niet normaal. Dit koekje is echt lekker. Ja. De buitenkant is heel erg knapperig en de binnenkant is net als ijs of zo. Mm. In de ochtend de alcohol. Het is nog maar 10 uur, jongens. Heerlijk. Oh. The best is strong. It's 55% of alcohol inside. Okay. No more alcohol, jongens. Oh, this is a limoncello. Helping you eat. Is it cheese? Pecorino cheese and white black truffle. Oh. Yeah, eat it. So I can give you back the limoncello. It's a salt. Yeah, oh, what? Oh, the cast is so lecker. You can use it on french fries. Roast, jongens. Dit is een limoncello. Echte limoncello. Oh, nice. Thank you so much. Ik moet die limoncello nog drinken. Cheers. Grazie mille. Boy, oh, is het echt veel alcohol. Ik moet dit nog eten. Volgens mij was dit pistache. Mmm. Heerlijk. I love it. Candy. What? Oh, it's a limoncello, meloncello inside. It's liquid inside. Mm. Thank you. Oh. Truffle. Ah, the candy. The frozen candy. Oh. Mmm. Ik had net een snoepje en die is echt gewoon vies. Er zit gewoon alcohol in. We waren bij Nino en Friends. Nino. Ik denk aan jou, Nino. Hallo. Welcome to Sorrento. Thank you. Tiffany. Oh, cutie. Hallo. Hello. Hi, baby. Thank you, eh. Bye. Oh, kijk al die mooie. So cute. Oh, love it. Ik hou van cactussen. Maar het is zo mooi hier. I love it. Ik ben trouwens in Sorrento. Onze eerste stop.
vomit. Otherwise, I have, you know, to clean it, and I don't get paid enough for it. If you have a look on your right, it's possible to see a rock with a human face shape. Can you see it? Over there. That rock got the name of an American president. Guess who? If you want to know the name of this sea, it's the Mediterranean Sea, okay? The Mediterranean Sea is part of the Mediterranean one. So it's not an ocean. Okay, succeeds. They went through a storm, and during the storm, they approached the Positano coast, okay, to repair from the storm. Suddenly, jongens, ik ben aangekomen bij Positano. En het is echt prachtig. Ik krijg hier zoveel energie van. Ik ben echt blij dat ik deze trip heb geboekt. Hoe mooi is dit? Ja man, dit maakt mij gelukkig. Andere omgeving, nieuwe mensen. Kijk die kleuren. Prachtig, I love it. Ja, het is echt geweldig. Ik ben gewoon een tour aan het doen, omdat ik toch alleen ben. Dacht ik, ik ga liever gewoon met een tour mee, zodat ik gewoon alles wel kan zien. En ik heb maar 2 volle dagen. Dus zometeen hebben we volgens mij lunch. En ik ben benieuwd wat we krijgen als lunch. Maar ja, dit doet me zo goed. Love this world. Wij zijn aangekomen bij de lunch. Het is echt heel schattig. Buongiorno. Ciao. Thank you. So we trained from Rome. Yeah, we came from Rome. Yeah. So you need to buy the tickets for the way back. No, I've already got my tickets. Oh, okay. No, are you going to pay with the credit card? We're gonna play cash. Yeah, cash, okay. Look at this. It's a lemon delight. It's a lemon delight. It looks like a... It's a lemon cake. It's a snowball. A lemon. Yeah. It has soaked in lemon. Okay, guys. Everybody gets to go with their lemon. Oh, sorry. Thank you. You're welcome. Okay. Thank you. This is a lemon delight. Lemon delight? Lemon delight. Lemon delight. Take a bite. Delight. Tappity-pappity-pappity-pop. This is delight. Aunt Carla. Yeah. From US. New Orleans, Louisiana, with crawfish, hurricanes, and Mardi Gras, all that good stuff. Oh, show me your beads. I don't. You're now on YouTube, huh? Take a bite. I'm on YouTube. Is this live? Oh, really? Is this live? Really? No. Okay, cool. No. Okay. Let's get a following going. Okay. I was editing. What did I tell you? That is good. What did I tell you? I know we just met, but you're gonna learn when I tell you something's good. Wow! Oh!
Wow. There's cream upon cream inside. Covered in cream. And soaked in liquor. Moet je kijken. Er komt water uit die nippels van hun. Andrea Panza, daar hebben we die gekocht. Het is zo lekker romig. Zo. Er zit ook nog een heel klein beetje. Er zit ook nog een klein beetje alcohol in. Welkom, guys. I'm welcome, driving. Welcome. It's the party bus. It's the party bus. Jongens, het is weer een nieuwe morgen en ik ben nu onderweg naar de metro en ik ben heel erg benieuwd wat ik allemaal ga eten. Vandaag maak ik een food tour en dan ga ik gewoon lekker rondslenteren door Napels. Ik ga naar een hele mooie, hoe heet dat ook weer? Een mooie metrostation. Ik ga dus naar een metrostation die heel erg mooi is. Dus ik ben wel echt benieuwd hoe die eruit ziet. Of foto's die wel heel mooi. Dit is gewoon die mooie mozaïekachtige stenen. Prachtig. Het is echt heel mooi. Kijk het eens. Dit is pas echt. Je gaat naar de hemel. Voor mijn zusjes Rox en Seraya. Nu ga je echt naar de hemel. Ik heb dus een sfogliatella of zoiets. Lekker. Ik ga het even proberen. Dit is mijn ontbijt trouwens. Hij is zo knapperig. Er zit een soort van roomachtig iets in. Lekker warm. Het is wel machtig. Maar I love it. De binnenkant is warm. Omdat het koud zou zijn, maar. Heerlijk. Cappuccino heb ik proberen. Heerlijk. Love it. Ik heb de guapo mix.
Look at this. Oh my god. Zo weet ik dat. Ik hou van vis. Heerlijk. Oh shit. Allemaal verschillende visjes. I love it. Kijk deze inktvis. Of niet inktvis, maar octopus. Zo lekker. 5 koekjes. Zo veel. Garnalen. Oh, kijk nou. Ja. Ja, kom op. Aanraden. Ik laat jullie weten wat voor, hoe deze markt heet. En dan moeten jullie, als jullie hier naartoe gaan, moeten jullie naar deze. Naar dit visrestaurantje. Nee, het is geen restaurant. Vismarkt. Viswinkel. Gaan. Daar kan je dus deze guapo mix kopen. €7. We komen in de drukke winkelstraat van Napels. En weet je wat ik zie? Gewoon mijn oude klasgenoot, Eva Kremers, haar werk. Echt geweldig. Ik ben zo trots op jou. Eva, als je dit ziet, ik ben echt trots op jou. Dat je nu gewoon over de hele wereld je werk laat zien. Oh my god, geweldig. Ik ben echt trots op jou. Volgens mij ben ik nu bij Formero of zo. Oh ja, Formero, de wijk Formero, dat is boven ergens. En ik wil even de skyline kijken van Napels. En dat kan je volgens mij hier doen. Dus ik ga even rondchecken. Maar een dagkaart met het openbaar vervoer is gewoon, €5.10. Eerst was het €4.50, nu is het €5.10. Het is zo goedkoop, je kan overal heen. Je kan overal heen in Napels met dat kaartje. Dus met de kabelbaan, met de trein, metro. Het is zo goedkoop allemaal. Oh jongens, het is zo'n lekker weer. Heerlijk. Ik ben aangekomen. Doe maar aan, katawa. Hoi joh, dit is fucking mooi. Moet je kijken. Moeten jullie kijken waar ik ben. Oh my god. Oh, black goose. Oh my god, dank god. Oh joh, dit is zo mooi. En het is ook echt zo warm. Heel warm. Maar
heel lekker. Dit had ik dus even nodig. Mochten we hier nou even... Hey, uit de Aramplanda, hello. Jongens, ik ben bij Passione di Sofì. Ik heb mozzarella ballen. Heerlijk. Zeg een tussendoortje, jongens. Nou, heel machtig. Er zit mozzarella in. Een stukje salami. Ja. Heerlijk. Maar het is niet echt bijzonders ofzo. Dus ik geef... Het is wel lekker. Maar ik geef 2 koekjes. Koekjes. Het is wel een speciale pizzeria. Want dan komt zeg maar, als je iets bestelt, als je pizza bestelt, dan maken ze boven de pizza. En als het klaar is, dan gaan ze met zo'n mandje naar beneden. Dan gaan ze de pizza vervoeren naar beneden. Zo leuk. Nou, ik sta weer dus bij Pizzeria de Michel. Dat was ik gisteren ook al, maar toen dacht ik, oh, nou die lange rij, dat wil ik niet voor staan. Nou, nu sta ik er. Gelukkig ben ik hopelijk bijna aan de beurt. Ja, het is calendar. Maar ik ben echt benieuwd. Het is mijn laatste dag, dus ik moet deze pizza sowieso proeven. Ik ben ontzettend in de rij. Ik heb zelfs mijn camera vergeten in mijn kamer. Dus het is nu 8:15, 10:08 of zo. En ik ben benieuwd hoe laat ik hier wegga. Want volgens mij duurt het heel lang. Maakt het niet uit. Niet heel veel. Ik wil gewoon deze pizza proeven. Moet ook gewoon proeven. Oh, hier heb je... Laat ik zo zien. Camagrita, marinara, Osaka, Marita. En ze zijn, die pizza's zijn €5,50. Oké. Okay. Het is van 11 tot 11 open, zie je. Maar kijk hoeveel mensen er zijn. Margarita. Oh my god, jongens. Een dikke lange rij, maar ik ben bijna aan de beurt. Gelukkig. Mister. Dit. Ik heb net besteld en die man zegt, je moet 3 kwartier wachten. Oh ja, oké, hoe laat is het nu? Dan kom ik 8:30 terug. Ik kan nu gewoon even naar mijn hostel. Mijn hostel is zo dichtbij. Kijk die lange rij, jongens. Ik ga toch maar niet naar mijn hostel. Het is best wel gezellig hier met al die mensen. Het is wel leuk om naar mensen te kijken. En ook al duurt het zo lang, maar het is het wel waard, denk ik. Ik heb zulke goede dingen gehoord over deze pizza, dus ik moet het zo. Ik moet sowieso deze pizza proeven. Dat ga ik zo meteen lekker doen. Ik heb er zin in. Jongens, still going strong. Het is nu al bijna 3 kwartier, dus ik denk dat ik zo meteen aan de bus ben. Dat hoop ik. Hoe gaat het dan over mijn honger heen? Omdat ik zo lang moet wachten. Story of the pizza. Hij is nog steeds niet klaar. En mijn level is echt oorlog, jongens. Ik kan niet meer. Ik heb hem eigenlijk om weg te gaan. Maar gelukkig staan er twee, zeg maar, een moeder en een dochter die staan naast mij. En die stonden achter mij. Dus die zijn dus ook nog niet geholpen. Die hebben hun pizza ook niet. Dus ik dacht dat het de enige was. Maar zij wachten dus ook op de pizza. Want ik was eerder dan hun. Dus bij de beep is die pizza fucking lekker, want anders aken ze haar nou. Ik ben helemaal klaar mee. Ik heb trek nu wel echt. I'm starving. Ik heb net al gevraagd waar blijft mijn pizza, maar
Het is gewoon echt druk. En iedereen staat op hun gebied. Bij de B is deze pizza echt fucking lekker, anders had ik echt zin gehad. Kaderin. En dan is de stroom uitgevallen. Rampo Matti. Ga je ambon gewoon, jongen. Misschien is het voor mij. Is het van ons? No. Oh my god. Yeah. Paolo. Okay. MJ. Paolo. Ja, helemaal geweldig. Ik wil gewoon mijn pizza, jongens. Ik ben er helemaal klaar mee. Guys, ik heb mijn pizza. Marita. Dat is Margarita en Marina. Oh, echt waar. Beter is deze pizza lekker, want ik heb 2 uur gewacht. 2 uur. Oh my god. Ik ga proeven voor live. Ik deel het met jullie. Echt. Wajo. En echt lappar punkertje, man. Oh my god, maar ik ga gewoon dubbel vallen. Zo, die Marina is wel echt lekker hoor, shit. Oh, lekker. Ja. Sowieso 5 cookies. Sowieso 5 cookies. Kijk mijn hand. Oh my god. In een galoggio. Ik was al op een oorlog level, hè? Dus dan weet je al hoe laat het is. Maar 2 uur is wel echt net zo level, hoor. Nooit meer voor een pizza. Nooit meer. Een hele goede morgen. Het is 4:05. 4:08 alweer. Het is 1 april. Geen grap. Mijn telefoon, of mijn camera die ligt in mijn tas. Dus ik moet het maar even zo met mijn telefoon doen. Mijn vlucht gaat om 6:30. Ik ben lekker op tijd. Kan ik even lekker chillen. Ja, Napels was echt een ervaring rijker. Ik ben gelukkig op tijd op Schiphol afgebouwd. Op de airport. Ik ga even kijken of ik alvast naar binnen kan. Ja, zoals je ziet, ik ben gewoon echt... Ik heb echt weinig slaap gehad. Maar goed. Ik ben blij dat ik al wel weer naar huis ga. Voor de volgende keer zal ik niet meer alleen gaan naar Napels. Nee. Ga ik liever met iemand hier naartoe. Maar het is een ervaring rijker. Ik heb leuke mensen ontmoet. Over de hele wereld. Eentje uit San Francisco, eentje uit daar dichtbij New York, ik weet niet meer, maar in ieder geval Amerika. Ik ben gewoon, gewoon ervaring rijker en daar ben ik heel erg dankbaar voor. Ik ga even kijken als ik naar binnen kan en dan kan ik gaan relaxen, want ik ben gewoon moe. Ik heb lekker gegeten, een hele leuke hostel met hele leuke mensen. En thankful. Ja, ik ga lekker weer naar Nederland. Ik ga nu op naar mijn broertjes in Rotterdam. Naar Leo en Joseph. Ik ga daar een nachtje blijven slapen. En dan morgen, zondag, ga ik weer lekker naar huis. Maar morgen heb ik nog eerst een museumcheck. Ik ga lekker naar het museum in Schiedam, naar de spirituele urgentie. Dus misschien neem ik jullie wel mee. En anders, als ik geen zin heb om te vloggen, dan doe ik niet. Maar ik zie wel hoe ik me dan voel. Maar ik heb weer een beetje energy gekregen van Napels. Van mijn trip alleen. Dus
ja, thankful. Ik ben echt dankbaar voor alles wat ik doe en wat ik heb in mijn leven, wie ik heb. It's only good energy and positive vibes. Doei.